Hallo dames en heren, welkom bij de nieuwe aflevering. Dips op Diddy. Klootzak. Ja, alles doet het, alles loopt. De nieuwe aflevering. En ik heb een naam terug. Frank heet weer Frank, what the fuck. Ik kan eindelijk zien wie ik ben en wat ik doe. Kan hij eindelijk zien dat hij... dat zijn naam faalt, zeg maar. Dat gewoon... grapje, ik hou van je. Ja, ik ook van jou. Maar wat meer van Caroline. Nou, houd toch eens op over de Caroline. Ik ben geobsedeerd haar. Nee, moet je niet doen. Ze is 15, man. Doe normaal. Oh, sorry. In dat geval... ik wou wat zeggen, maar dat doe ik me niet. Wat? Ik ben gefascineerd door aardappels. Als je er aankijkt, dan word je al opgepakt voor pedofilie. We zouden toch iets ter ere van Caroline doen? Ja, maar dat is in onze vlog. Oh. Oké, dan gaan we het nu over iemand anders hebben. Over mij? Nee, niet over jou. Waarom niet? Over Nicoline, over je vriendin. Oké, maar wat wil je over de weten? BH-maat. Dat wil ik wel vertellen aan jou, maar niet in het filmpje. Oké. Luister het zo meteen maar even in mijn oor. Oké. Nee, niet in het filmpje, want jij gaat het toch vertellen. En niemand mag dat weten, want dan wordt Nicoline heel boos, denk ik. Cup C? Geintje. Was... ah, fuck! Jij ga ik dood. Ik blijf je wel een tijdje hangen. Nee, ik weet niet of ik door jou dood ging, hoor. Maar ik ging wel van dood. Je ging dood en niet door mij. Oh shit, ik ben niet Diddy. Oh fuck, ik ben niet Fox. Hartje, voor mij. Oh. Sorry. Hello. Ja, daar moet je niet langs, vriend. Je groeit daarmee op, al weet je hoe irritant dat is, Frankie boy. Wat? Dit? Ja. Waarom? Omdat mijn scherm dan opeens verandert. Echt niet? Dat is precies hetzelfde. Niet op dat ding springen trouwens. Oh, daaronder. Nee, Frank! Ik heb hem wel. Alles kapot. Even die bullet bill. Oh, daar ging ik bijna. Wat gebeurt er? Ik raakte hem zelf even kwijt. Ja. Oh, er zit zo'n karretje daaronder. Ja, dat zei ik. Niet op dat ding springen. Goed zo. Niet doen, toch doen. Ik doe het niet expres, ik smeer het je. Ik geloof je. Zo, hey, leven. Ik heb hem. Gelukkig maar, die kunnen we vast nog gebruiken. Dat is autoscroll. Annoying! Super annoying. Niet pakken! Je stilvalt of je ding valt eraf. Het is makkelijk zo. Ja, tuurlijk, meneer moet de weg door cheaten. Oh, dit is wel een stukje leuk. Leuk stukje, ook zeggen. Goed zo. Vooral zelf initiatieven nemen, Frank. Dat is goed voor je. Weet ik, doe ik ook. Ik neem constant initiatief. Deed je maar een keer echt wat voor dit spel. Jongen, ik doe fucking veel. Ik wou dat ik jou ongeveer... oh, misschien dat ze jou beide moeten geven. Misschien wel, ja, als jij 0 had. Ja, maar kijk, hier ligt volgens mij ook nog één. Of hier komt een trofee uit. Ach ja, niks aan te doen, man. Nee, ik had trouwens geen 0, ik had wel wat schade. Ja, 8. Nou, nee, misschien 15 of zo, 20. Zo, wat een rap. Ja, nou ja, voor mij wel, hoor. Het voelt echt niet goed op Frank. Weet je hoe pro ik ben? Ik ben niet gewend om lager dan 10 te hebben. Precies. Ik voel me echt kut. Dan kun je waar ik heen moet hier. Staat dat ding. Goed zo. TP-namen. Oh nee, je weet natuurlijk niet wat TP-namen is. Dat is van Minecraft. Teleport. Ja. Ik ken echt wel afkortingen. Van Minecraft ook? Nee, gewoon van... ja, maar dat is een Minecraft-afkorting. Ik bedoel, in Minecraft zeg ook dat BRB. Jij weet niet wat dat betekent dan. Be right back. AFK, weet je, dan loopt niet. Dat is ook van Minecraft. Away from keyboard. Echt niet, maar je lult. Oh, fuckface. Yo, Diddy. Jammer zeg. Oh, dat weer die kut-bowser, hè? Ja. Voor tijd dat we zijn kont even gaan schoppen. Wow, zeg je dat? Neo. Nou gaat het komen, moet je opletten hoor. Ah nee. Niet mijn Diddy. Word geen Diddy, blijf sms'en. Uh-oh. Schaduw Diddy. Met zijn roze petje. Nou vind ik hem wel smexy. Ik niet. Kijk, wie komt eraan? Falco! Oh, ik weet al wie... de tweede karakter van die drie was die we dan vrij spelen. Wolf. Oh, Wolf.
zeg maar, van mijn favoriete karakter op het einde en dan... Dat is weer Wolf. Een clone, toch? Wolf is geen clone. Ja, Wolf is wel een clone. Ik kan het zeggen. Het is gewoon weer een kopie. Ja, van Fox. Ja. Maar Falco lijkt ook heel erg op Fox, maar ook net niet helemaal, zeg maar. Gaat weer een stomme ruimteschip. Hij wordt boos. Hij wordt groot. Dat ook. Oké, ik ben Falco. Wie ben jij? Dan ben ik Fox. Oké. Dan ben ik Diddy. Maar toch vanuit. Nee toch? Ja. Oh, echt? Ja, maar niet uit. Oh, anders moet je even doodgaan. Nee, maar niet uit, maar niet uit. Sorry. Dat denk ik het fout. Ja, ik ben niet gewend om fouten te maken. Nou ben ik helemaal van apropos. Hé, hey, oh. Meisje! Doei. Weg. Oké, okay, nu kunnen we weg. Spel pauzeren om meisjes te kijken. Stel je voor. Ja, met Ruud kan ik dat niet, want die kijkt alleen naar de jongens. Oh. Wow, die doet veel schade. Ja, hij is best sterk. Hij is ook moeilijk te verslaan. Je moet gewoon hopen dat je een goed item krijgt. Je moet gewoon keihard blijven rammen, dat moet je. Af en toe verdedigen is ook handig. Ja, maar ja, kijk, als je blijft rammen, dan doet hij geen schade. Hij heeft geen tijd om aan te vallen. Hij maakt wel tijd om aan te vallen. Sterf. Ben je nu boos van vanwege Fox? Nee. Oh, gelukkig. Klein beetje maar hoor. Oh shit, hij heeft een fan. Die moeten we uit de zanden slaan. Sterf! Ga eens dood. Ik kan hem niet lanceren, hij moet heel veel schade hebben natuurlijk. Ja, daarom. Het handigste is nu gewoon een bom ofzo, of een hamer. Dan is het in één keer afgelopen. Ja. Hij heeft weer een fan. Ja, maar het geeft niet. Kijk, oh, ik zie een bom. Pak hem, ik hou hem bezig. Oh, hij had mij wel. Oh, wie is een baas? Ik ben een baas. Ja, wij zijn een baas. Ik moest me wel weer opofferen, maar... Dat geeft niet. Je hebt je best gedaan. Je hebt gedaan wat je moest doen, Frankie. Inderdaad. Geoomd. Als een malle. Déjà vu. Ja, inderdaad, dat heb ik eerder gezien. Wie wil jij zijn? Ik ben Falco. Dan ben ik weer Diddy. Dat heb ik niet gedaan dit keer! Ik weet niet hoe het komt, maar... Dit keer heb ik het niet gedaan, vriend. Maar wat is er zo verschillend dan Falco dan? Dat is toch ook gewoon eigenlijk Fox? Nee, Falco is sneller en heeft andere aanvallen. Ah, oh, oké. Okay. Ze lijken wel op elkaar hoor, maar... Toch net niet. Jij. Lijkt wel een Sonic level. Alles gaat automatisch. Oké, okay, je wil op zo'n blok gaan staan in het midden voor het gemak, zeg maar. Oké, okay, laat maar, dat wil je toch niet. Nee, ik sta liever daar. Ha! We verneuken het gewoon beide. Echt niet, ik heb hem hoor. Ster! Ster! Jee, ik heb eindelijk weer een sterretje! Er is iemand aan de deur. Kut. Wat hè? Er is iemand aan de deur of wat? Nee. Wat voor blaadje? Ding dong! Nee, dan is er niemand, denk ik. En anders belt hij nog een keer. Sowieso is onze bel kapot. Die doet het ene keer wel, andere keer niet. Ik gok gewoon... Ah, ik heb niet geraakt. Echt wel. Als een baas. Ik mag er ook heen. Ga maar vast vooruit, oké? Kan niet. Kijk eens. Als een baas. Stefan is pro in Mario. Maar de Super Smash Bros. Komt ook uit voor de 3DS, hè? Ja, ik las het. Ik ben er best blij mee, dat vind ik best wel vet. Nou, vanaf, als het een beetje online goed is. Ja, ik hoef het daar niet... gaat het gespeeld worden, dat weet ik zeker. Ja, denk je? Ja, tuurlijk. Dit kan je dan met elkaar op de bank spelen, maar met DS niet. Ja, oké, maar goed. Oh nee, niet de Charmander trofee, nee! Wat? Charmander trofee viel in het water. Oh, die zag ik niet eens. Voel je me dus nu ook niet. Ja, dat is waar. Wij zijn ook eigenlijk geen trophy hunters. Oh, die willen we wel hebben, dat is een leven. Oh shit. Ik heb hem. Mooi. Eindelijk. Anders was ik er wel naar geteleporteerd. Kan je teleporteren? Ja. Ja, maar in Groningen ja. Ja, maar ik bedoel, dan had ik jou gewoon tot het hoogste punt laten springen. En als ik geteleporteerd had ik nog een extra sprong gemaakt. Oh ja. Hey, trouwens Frank, jij weet natuurlijk al hoe de nieuwe
Smash Bros. Voor de Wii is en zo. Want in Groningen lopen ze toch economisch voor en zo. Ja, ik heb hem al 2 jaar. Zo'n boerendorp als hier. Ik heb hem al 2 jaar. Ik heb ook al lang de Wii U, hoor. Oh ja, en hoe is dat allemaal? Ja, bevalt goed. Ja? Ja, alleen 2 jaar na data nog steeds niet echt veel goede content. Hey. Oh shit. 3DS anyone? Kijk uit. Ik ben een scheep. Oh ja, spank me. Met mijn oh. Met mijn staart. Weet je nu wel waar je bent? Ja. Frank, je doet het best goed eigenlijk. Weet ik. Ik wil jou een compliment geven. Dank je. Nee, ik doe het niet. Ik wil het eigenlijk, maar dat gaat ten koste van mijn ego. Nou ja, dat kan natuurlijk echt niet. Nee, daarom. Oh, ik ben dood. Ha, weg compliment. Wil ik niet meer geven, man. Ik wou het zeggen. Het ging net zo goed en dan ga ik dood. Fuck, hey, nu kan ik eindelijk zijn wie ik wou. Ja, nou, maar je deed het aardig goed met Diddy. Ik denk niet dat je dit beter gaat doen. Oh, we kunnen door. Kun je die dingen daaronder kunnen naar boven schieten? Meen je dat? Dat hebben we nog niet gezien, hoor. Het is niet alsof ze daar al de hele tijd mee bezig zijn. Hier, kijk, nu ben je dan geraakt dan. Ja, ja, waarom? Om jou te beschermen, Frank. Kut. Kijk, hier, dat denk ik ook om jou te beschermen. Wat, doodgaan? Ja? Nou ben ik. Wie word ik? Wil je Falco? Ja, dit is lullig. Wat er nu gebeurt, dat was lullig. Span ik naast dat ding. Nou, je leeft nog. Wow. Hey. Ja, ik heb gewoon scheid aan die dingen. Gewoon dikke scheid. Dat is net lekker bezig. Ik heb gewoon dikke vette ontlasting aan die dingen. Donkey Kong! Zo. Diegene die hem heeft gevangen wil niet dat hij wordt bevrijd. Ontsnapt. Uh-oh. Maar wij hebben ook een vliegtuig. Daarom. Precies. Van Lilith Wars, toch? Ja. Oh, dat ging dus heel goed dus. Steven die hap. We zijn al 2 uur en 21 minuten bezig, Frank. Ja, nou ja, we zijn goed bezig. Volgens mij zijn we ook wel redelijk dicht bij het einde nu. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik denk het wel, want ik zie een zwevend eiland. Ja, maar er komen sowieso nog een paar meer gaten in de wereld. Hey, we zijn in één keer weer... Ja, we gaan weer terug. Dat is wel het leuke, dat je steeds van verhaal wisselt, zeg maar. En uiteindelijk komen ze allemaal bij elkaar. Ja, oké, maar ik moet wel, omdat ik het spel nog niet zo goed ken, moet ik constant wennen. Nou, als je met één karakter aardig wat kan, dan... Ja, in principe zijn de meeste moves al hetzelfde. Als je de combo's maar kent. Toch, je hebt gewoon wat, hoe heet dat? Mensen die je fijner vindt. Ik speel liever als Link, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Want die is niet veel veranderd sinds 64. Dit is trouwens mooi, want dit is de Metroid Prime soundtrack, hè? Wat deed je? Ik deed niks. Oh? Oh, dat was misschien niet handig. Nou, maar niet. Dingen maken toch geen kans. Daarom. Maar dan mag jij straks Link zijn de volgende keer als we Link tegenkomen, oké? Okay? Trouwens, jij hebt al de hele tijd Link. Ik ben nog maar 1 keer Link geweest. Echt niet? Wel. Verbeeld je me. Oh. Oh shit! Graag gedaan. Ik weet niet wie zijn schuld het was. Ik ga ook niemand de schuld geven, Frank. Fuck my life! Wie zijn schuld was dat dan? Niet de mijne. Erg wel. Zal ik dat even doen? Hier, ik heb de knop geraakt. Nou, springen. Springen, hier kom jij. Ja, nou, sorry hoor. Dan moet even wachten. We kunnen nu niet meer doodgaan trouwens. Nee, ik weet het. Wat gebeurt er anders? Zijn we dan game over? Als ik dood ga wel. Als jij dood gaat, dan ben jij alleen even weg. Oké, gewoon hier naar beneden. Oké, wacht. Eerst die deur. Oké, doe maar. Komen nu weer in het begin van het level. Hier hoop ik een leven... Nee. Geen leven. Dat is jammer. Mm-hmm. We kunnen op zich nu een leven gebruiken. Nee, dat doen we gewoon. Oh ja. Als het eenmaal moet, dan doen we het ook. Daarom. Ik bedoel, gelukkig staat het op Very Easy. Of nee, op Easy gewoon. Very Easy bestaat niet. Very Easy zou erg leuk zijn. Als je mij speelt, dan gaat het automatisch omhoog naar hard. En je hebt een ster. Ik weet het. Jij niet meer, hè? Dat is... lekker tieten. Hé, dat is normaal, jongen. Ik zou haar doen, echt waar. Ik niet. Als ze in echt bestond, zou ik haar doen. Ik zou bang zijn dat ze mijn pik breekt. Nee, ik denk dat ze wel heel lief met je penis kan omgaan. Er zijn er 2. Uh-oh. Niet goed.
Die komen toch uit Metroid Prime 2 Echoes? Ja,